hier de krans van de tuindeur al wel eraf. En daar heb ik tussendoor de bedrijf even heen gedaan. En de raamstickers heb ik van het raam af. Er zit een beetje schot in. Maar niet helemaal, nee. Kijk maar, de stickers binnen eraf en de krans ligt daarop. Nou, dan zien jullie die vloeren. De eerste laag heb ik zien aanbrengen, de tweede laag heb ik niet gezien. Nee, maar ja, dat gaat allemaal zo hard natuurlijk. Oh nee, de eerste laag, dat is die betonnen rand. Ja, daar zitten de dames, althans één zit, één ligt. En het is laat dat ik jullie erbij haal. Het is 4:58 in de middag. Het wordt alweer donker, maar toch ben ik net uit mijn bed en ik zie er niet uit. En dat boeit me ook lekker niet, nee. Ik zit tegen de migraine aan. En ik had nog willen slapen weer, maar dat lukte me niet meer. En ik denk, nou, ik ga er maar uit. De meisjes eruit laten. Ik heb al gegeten. Ik heb al een bak koffie op. In de hoop dat dat gaat werken. Dat de hoofdpijn... Het is nou schele hoofdpijn trouwens. Het was hier helemaal bonken tot en met. Nou zit het hier al. En mijn rug. Dat is er trouwens net bijgekomen met een verkeerde beweging. Ik weet niet hoe en wat, maar het zal... Maar in ieder geval, ik heb hier de krans van de tuindeur al wel eraf. En daar heb ik tussendoor de bedrijf even heen gedaan. En de raamstickers heb ik van het raam af. Dus er zit een beetje schot in. Maar niet helemaal, nee. Kijk maar, de stickers binnen eraf en de krans ligt daarop. Dat ding. En de stickers leggen op tafel. En dus, ja, dat dus. En het is koud. Het is 3 graden, maar het voelt aan als -2. Dus ja. Ik kleed ons eventjes lekker aan. Maar ik doe niet mijn hele dikke sjaal om, want ik stik daarin. Echt, die is mij te warm. Dus... Ik wil zeggen, ja, je kunt beter te warm dan dat je het koud hebt. Ja, maar met die andere twee, andere sjalen, heb ik het niet te koud. En ik heb het gewoon lekker. Ja, ik moet denken op mijn dikke handschoenen, nou dat wel. Maar die dikke sjaal, nee, mag het wel heel ver onder 0 graden wezen. Ja, bij wijze van spreken -10 of weet ik veel wat. Misschien dat ik hem dan nodig heb. Ja, eerder niet. Maar wanneer we dat hier hebben, Joost mag het weten. Ik ga dat ding al lekker opruimen voorlopig, want ik heb hem gewoon niet nodig hier. Nee. Hij zit wel lekker hoor, daar niet van. En ik kan geen oorbellen in hebben met die sjaal, niks. Nee, want dat blijft allemaal haken aan die pluisjes, dus ja. Maar ja, in ieder geval, ook Rijker krijgt de jasje nou niet aan, ondanks dat het koud aanvoelt. Maar dan moet het ook gaan regenen en dan als het regent of hagelt of sneeuw, dan voelt het nog een keer kouder aan dan dat het nu voelt. Het is prachtig mooi weer. Dus ja, de zon die het geschenen, die gaat nou onder en het is een blauwe lucht met hier en daar wolken. Nou ja, lekker belangrijk toch? Nee. Maar in ieder geval, ik ga lekker de loop-app doen en we gaan een blokje omdoen. Tenminste, ik hoop dat dat kan, een blokje om. En dan moet ik nog niezen ook. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, we sluiten deze dag weer af. Want het is alweer laat genoeg voor mij. Ik wil naar bedje toe. Het is 7:01. Dus ja.
Meisjes die liggen lekker. Nee, die willen ook. Ja. En ik ben nog steeds niet helemaal happy. Nee. Ik heb ook verder niks gedaan. Ja, de slinger is daar net even opgeruimd in dat bakje. En heb ik nog niet eens iets alles hoor. Nee, kijk maar. Maar dat past daar niet bij. Nee. En die slingers gaan daar ook uit. Die gaan in een andere bak. Ja. En de televisie staat nog aan. De computer staat nog aan. Maar ik ben wel klaar. Ook is er een vlog klaar. Ik ben op Facebook geweest. Dus ik heb mijn best allemaal gedaan. Ja. En nu is het tijd om een beetje toe te gaan. Dus ik wens jullie allemaal wel te rusten. Slaap lekker met mooie dromen en uiteraard weer allemaal gezond uit je bed zien te komen. Ik hoop dat ik morgen ook mij wat beter voel dan vandaag. En dat ik wat meer kan doen dan vandaag. Ja. Dus ik zeg lieve vrienden, wel te rusten en nogmaals. En ja, jullie weten het gewoon. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, zoals jullie het van mij wel kunnen verwachten, momenteel is dat het wel weer aan de late kant is. Maar ja, ik ben nog steeds niet helemaal in orde. Nee, ik ben wel opgemaakt, dat is een pluspunt. Maar het wil nog niet echt. Maar we gaan het wel weer proberen. Het is 19 minuten over 3. Ja, wel eerder dan gisteren, hè? Ja, echt wel. Gisteren was het echt helemaal laat. Zal ik jou even wegklikken, want ik heb aan jou niks. Zo. Dus ja, we gaan er wel weer even tegenaan vandaag. Ik ga eerst beginnen om mijn meisjes uit te laten. Ja, en als ik dan terugkom, dan neem ik een lekkere bakje koffie. En broodje. En het is 1 graden, maar het voelt kouder aan. Ja, dus het wordt wel warm aankleden. Ik zal even hierop kijken. Dan weten we dat zeker hoe en wat. Ja, daar wezen. Daar staat 2 graden. Daar staat ook 2 graden. Op Google staat er 1. En het voelt als min 1. Dus het is 2 graden, Google moet ververs worden, dat kan ik nou niet doen. Want dat gaat bij jullie, als jullie een Google Hub hebben, ook dat ding bij jullie. Dus ja, het is 2 graden, het is meester. Ach, wel nee. Is gek. Hoe moet het op meester? Wel, ik zie de kerktoren nog, ik zie daar de kanaal weg nog. Oeh. Mistig is, kan ik dat niet meer zien hoor. Dat is een gek. Mist. Het is 2 graden, het voelt als min 1. Dus het valt mee. Ja, het valt helemaal mee. Dus ja, we gaan de wandeldinges pakken. Hoppata. En we gaan ons lekker ervoor aankleden. Dat we lekker warm gekleed zijn. En dan gaan we er even vandoor, even een blokje om. Ja, komt helemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Doe wat je doen moet. Ja, doe het gewoon goed allemaal, ja. Ik zit ergens net te kijken, ik zie wat vreemds. Maar wat dat is, Joost mag het weten. Het blijft, oh ja, ik zie een vierkantje op mijn scherm. Voor het eerst zie ik dat. Ja, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, maakt allemaal niet uit. Ik zie meerdere vierkantjes. Kleintje op mijn hoofd, die ben ik gewend. Maar dan zie ik 2 puntjes, 2 hoekjes en daar ook 2 hoekjes. En dan niet helemaal beneden, nee. En het is wit. Dus ja, dat zie ik voor het eerst. Maar ja, maakt allemaal niet uit, wel nee. Als ze maar lol hebben, ja. En dat jullie er geen last van hebben, nee. Dat vind ik helemaal niet erg. Normaal kijk ik naar die toeter en naar de camera zelf en niet naar het schermpje. Ja, kijken of ik er goed op zit. Ja, en voor de rest niet.
Maar in ieder geval, het maakt allemaal verder niet uit. Het gaat gewoon goed komen allemaal. En ik wens jullie een hele fijne verdere namiddag. Geniet ervan. En tot later. Doei doei. Nou, ik kan voor het eerst even je filmen qua kou. Je moet toch je handschoenen uit. En ja, ik wist dat ze met de vloeren al bezig waren geweest, de eerste vloeren. Die liggen er dus al een tijdje erin. Ze hebben kerstvakantie en alles gehad. Maar er zijn gipsblokken gebracht. Wanneer weet ik niet. Daar heb ik niks van genomen, niks van gezien. Maar kijk nou eens. Dat gaat hard. Ja. Het hele ingegeven dijkzicht zie je niet meer. Nee. Ja. Ja. Maar de kou valt 100% mee. Dan hangt een stijger in de lucht. Rijka en Elwing. Dus ja, dit dus. Maar we gaan weer verder, lieve vrienden. Nou, dan zien jullie die vloeren. De eerste laag heb ik zien aanbrengen, de tweede laag heb ik niet gezien. Nee, maar ja, dat gaat allemaal zo hard natuurlijk. Oh nee, de eerste laag, dat is die betonnen randen. In dat schuimplastic. Piepschuim. En die delen allemaal, die heb ik aan zien brengen, ja. Niet weten dat het om zo hoog kwam. Jongen, nog een toog. Nou, dan staan de heren nog daar te praten. Ja, en daar hebben we de gips rond. Tenminste, al een gipsmuur, laat ik het zo gaan zeggen. Dus ja. En dan moeten er 22 komen hier ook. Op dit gedeelte. 22 herenwoningen. En dan kun je nagaan wat voor een stukje tuin ze krijgen. Ja, dat is niet normaal meer. Echt klein hoor. En ook de oppervlakte van een huis is ook niet zo groot in mijn ogen. De vloeroppervlakte. Want daar komt toch wel alles in. De keuken, de douche, de keuken, de wc. Weet je, je ziet die buizen wel en die pijpen. En dus. Ja, dat dus. Maar we gaan weer verder, lieve vrienden. Ja, ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik heb een koffie op, dus ik ga aan het werk en jullie gaan aan de lader. Want hij loopt weer leeg, hè? Natuurlijk, dat is logisch, hè? Een batterij loopt leeg. Dus jullie gaan ik aan de lader zetten en ja, als jullie weer vol zijn, dan pak ik jullie er weer even bij en dan kunnen jullie weer zien hoe ver ik ben. Ik ga het nou, ruimte maken, is die stoelen weg, tafel even meer naar de bank. Eén stoel tussen de kast en de tafel in, die stoel gaat deze kant op. En dan de ladder, daar staat een emmer waar die krans op ligt. Die zet ik dan op de ladder en dan haal ik eerst de ballen er allemaal af. Ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, dat gaan we doen. En ik zal zo meteen eerst mijn gedenkhoek aan laten doen door Google. Dus dat moet ik even vragen naar Google. En dan heb ik er een klein lichtje erbij. En dan schijnt dat op mij. Ja. Ze zeggen geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb alweer heel wat gedaan. Ik zal het jullie ook laten zien. Ja. Ik zal het jullie laten zien. Er staat een emmer met ballen en slingers erbij. Waar die
roze en die groene bal aanhingen. Die ligt, dat zit er nog aan vast. Daar liggen slingers en die tak. Het raam is leeg. Ja, die tak laat ik altijd hangen, hè? Dat weten jullie. Ik heb expres een verlichter van aangedaan ook, zodat ik wat meer licht had. De ramen zijn gelapt, dus het is nou de plakfolie er tegenaan, een vitrage ophangen en weer inruimen de handel. Ja, en dan doe ik gelijk de bank daar naartoe. Ja, dan hebben we dat maar weer gehad. Dan is dat gedeelte schoon. Ook heb ik daar de spullen, ja enkel die adventkalender hangt er nog. De rest is weg, enkel daar nog, op de klok hangen nog takken en slingers, dat moet allemaal nog weg. En bij de radiatorbuis hangt nog een stukje slinger en dat gaat die kant allemaal op. Maar dan is het voor dat gedeelte weg. Ja, behalve dus die adventkalender. Dus ja, dat dus. En de wc is trouwens ook al leeg. Die heb ik ook al leeg gehaald gisteravond als ik een toiletbezoek bracht. Daar nam ik weer wat mee. Zo haalde ik dat leeg. Dus ja, helemaal top. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder en smakelijk eten, bon appétit. En tot later. Ja, die twee zijn weer doerakken. En vooral die kleine, die is de grootste doerak. Dan komt die grote pas. Laat je Kandolf eventjes naar buiten de tuin in, zodat dat beestje even wat kan doen en Fries zijn neus kan halen. Het was weliswaar donker, maar ik liet de deur open. Wat doet die gelijk? Die gaat er gelijk achteraan rennen en draven, zodat Kandolf niet even zijn rust kan krijgen om wat te doen buiten. Hé? Ja. En die ging er toen ook maar achteraan. Ja, en wie zit er weer naast? Ons lieftallige Mario, mijn lieftallige zusje. Hallo. En waarom ben ik blij? Het is gelukt. Het is plastic op de ramen zit erop. Ja, het zit erop. Het wou eerst niet lukken. En ik vind deze ook heel mooi. Het wou eerst niet lukken, maar die tekeningetjes die er op het voorbeeld staat hoe ik moet doen, die zijn zo super klein dat je ziet amper hoe en wat je moet doen. Dus ja, ik ging op de Bonnefoy, ging ik doen. Net zoals die rol die ik van mijn broer en mijn schoonzusje ooit had gekregen voor in de keuken. Die ik er toen op had. Nou, die kon ik gewoon uit de verpakking pakken. En die kon ik toen gewoon knippen op maat en op het raam plakken met water. Maar nee, hier zat ook nog weer een extra laagje achter. Moet je alles maar weten, maar het is zo pieterig klein dat je moet echt groot licht hebben om dat te kunnen zien. Met dit licht hier kan je het niet zien, je kan het niet lezen. Dus ja, nou heb ik nog een stukje over, dat gaat mooi de tuindeur. Zometeen, maar ik ga eerst eventjes eten en ik weet niet of ik aan een vlog toekom. Anders hebben we pech. Ja, ik wil ook mijn rust weer even pakken en ik ben blij dat dat gelukt is. Dat dat schoon is. En ik wil ook even genieten van een avondje rust weer. Ja, er staat er geloof ik nog wel eentje voor morgen online. Dus jullie hoeven niet zonder te doen. Ik zal even koekeloeren. Koekeloeren hier, koekeloeren daar. Daar was een liedje van. Koekeloeren hier en koekeloeren daar. Maar ik weet niet meer hoe wat. Het is een kinderliedje, dat weet ik wel. Nee, YouTube Studio. Goh. Ja, dan moet ik naar content. Ja, voor morgen, dan is de 18e, staat er nog één gepland. Het is helemaal top. Oh, ik merk nou pas dat er een snoerverlichting niet aan is. Maakt niet uit. Doen we het zo even. Ex-buurman over vermoord stel. Wat waar? In de straat, nou ja, Niels. Het is Niels. Kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, ook heeft Mario wat meegemaakt hier in mijn huis. Wie, wat is dat? Was mijn buurman. Die vond het nodig om eventjes op de muur te kloppen, omdat er een krukje hier omviel. Hallo? Valt bij jou nooit wat om? Hij had verdorie 2-3 weken aan het timmeren geweest. Heb ik ook niks over gezegd. Maar hier valt er even een krukje om.
En het is boom, boom. Ja, rot op. Wegwezen. Als die rust wil hebben, gaat hij me naar de heide toe. En TikTok heb filmpjes genoeg. Hoe je een hutje moet bouwen onder de grond en zo naar boven toe. Heeft hij alle rust. Ja, toch? Ja. Dus bekijk dat maar. Ik kan er ook niks aan doen dat het krukje omviel. Nee. Nou ja, je mag niet in jouw huis leven zoals je leven wilt. Als je met de buren rekening moet houden, dat doe ik. Dat weet Mario ook, dat ik dat doe. 10 uur is het stil. Moet je rustig zijn. Het was nog niet eens 6:30, wel, Mario? Nee, dus hij heeft niks te zeggen. En als hij zegt van dat hij clusterhoofdpijn heeft, ja, wat heb ik dan? Dan moet hij zorgen dat hij het in zijn reet krijgt en niet uitscheiden. Zo is dat. Ja, ik ben zo boos op die vent weer. Ja, laat hem... Ja. Ik ga hem vanaf nu dus ook negeren. Hij krijgt geen goed woord meer van me. Ook al komt er een pakketje voor hem binnen. Nee, ik ben geen postbode, ik ben geen pakketbezorger of wat dan ook. Moet hij me thuis wezen? Ja, zo simpel. En anders haalt hij het maar bij Bruna vandaan of weet ik veel waar. Nee, niet, doe ik niet meer. Het is genoeg geweest voor hem. Ik ben altijd lief en aardig en dat is nou tegen hem over. Over en uit, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, ik heb nog steeds ook geen oorbel ingedaan, niks. Gewoon omdat ik er niet helemaal bij ben en ook niet helemaal echt in orde ben. Maar ja, ik blijf ook met mijn sjalen eraan haken. Dus ja, ik ken het ook niet, dan moet je naar buiten met die meiden, dat gaat hem niet worden. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze. Ik ga aan de vis zo meteen. Mario heeft al gegeten, ja, rijstwafels. Nou, ik vind, daar kun je niet op leven. Maar ja, wie ben ik? Ze moeten meer aan de gezondheid ook denken. Ja, maar in ieder geval, daar hebben we het nog wel eens over. En we gaan eventjes verder kijken naar Siesto de Dres. En dan straks om 8:00 een goede tijden, slechte tijden, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei!